Gelukkig is nog. Die hebben schoeverschul, die hebben ze helemaal kaal geplukt. Welkom bij aflevering 33 van... Heizeek! Ze hebben hier allerlei soorten vogels, ook nog vreemde vogels. Ik heb even een achterhoedenspeler van ons beschikbaar gevonden die meedoet in dit filmpje. Terugblik naar Goeie Vrijdag in Eindhoven. Een donkere dag. Het was helemaal geen Goeie Vrijdag. Ik heb de Passion gezien in Eindhoven. Jezus, wat slag zeg. Met een beetje hulp van boven werden er toch nog 2-3, maar ja, wij eraan. Je komt me naar de wedstrijd opvegen. Ik ben ook gestopt met bier drinken. Er valt ook niks meer te vieren. Onze lamp is weer kapot. De trainer vroeg voor de wedstrijd in de kleedkamer nog. Wat betekent pauze voor jullie? Haasjes vouwen, zei Dijkstra. Kuikentjes knippen, zei Hakkeba. Eieren verven, zei Ferdy. Dat kniende hok en die keeperrand van mien schoonhouden, zei Delle. Nee, zei Pepijn. Pasen betekent bij voetballen dat je altijd moet overspeulen van iemand van je eigen team. Dan win je met 3-0. Dat heb je wel gezien. Ik drink nou weer bier, want dan was er wat te vieren. Het was na afloop wel zielig dat die trainer van hun, die Mike Snoei, al in de bus zat, die geel zwerter. Toen de persconferentie nog moest beginnen. We gaan de hagen bij Mike snoeien. We hersen 3 mandjes met eieren omhoog, vertel ze. Scheidsrechter Baks bakste er niet veel van. Hij zag overal gele kukentjes en strooide met gele kuilten over het veld. Dat zal wel in verband met Pasen zien. Favoriete spelers, Hamlet, de cardioloog. Rolla en de Hakkenbaan. Tegenstander Ajax vrijdag. Het trainingscomplex De Toekomst heet voortaan het Johan Cruijffplantsoen. De arena wordt dan het Sjaak Zwart Stadion. Gaan we nog lang wachten? Schandalig. Voorspelling. We gaan de jongens oprollen. Ik heb er zin in. We liggen op koers. Mijn vriendin zei van de week, ik ben vreemd gegaan. Ik zei, ik ook. Zij zei, 1 april, ik 19 maart. Zette in een trein een Ajax supporter en een Feyenoord supporter tegenover elkaar. De een stottert en de ander had een bult. Zegt die stotteraar tegen die andere met de bult. Hoe kan ik van dat stotteren afkomen? Moet je je kop dicht houden, zet die bult. Zegt die stotteraar, ik ben blij dat ik geen foto van jou heb. Hoezo, zegt die bult. Anders kreeg ik mijn album niet dicht.